Jij hebt het vast ook wel. Je bent helemaal moe met alles handmatig zelf doen. Of je bedje ligt zo lekker warm in de ochtend en je hebt geen zin om de gordijnen open te doen. Ik snap het allemaal. En Switchpod heeft dus best wel een leuk ecosystem om jou wat meer te helpen in het huis. Dus de Switchpod ecosystem. Waar bestaat het nou allemaal uit? De producten die ik zelf ontvangen heb om te testen is onder andere een sensor om te laten weten van hey, je deur of raam staat open. Een indoor camera, dus om te kijken indoor wat er allemaal spookt in het huis. En een Switchbot bot, en dat is dus iets dat automatisch schakelaars voor je omzet en knopjes indrukt voor jou. En ik heb een gordijnrails die automatisch gewoon de gordijnen mee kan openen. En heb ik nog meer? Oh ja, en een thermostaat heb ik ook nog. En een motion sensor heb ik nog. En we gaan dus overal even langs om te kijken hoe het nou daadwerkelijk is om te gebruiken. Dus als eerst, je zal het misschien wel gemerkt hebben in deze video. Mijn computer die verspringt opeens van kleurtjes. Dat is omdat ik bovenop mijn computer dit kastje heb staan. En die zal dus automatisch als de camera beweging ziet een knopje indrukken van mij. Dus je ziet elke keer de ledlampjes veranderen van kleur. Nu staat hij toevallig op zo'n cyclus dat hij elke keer switcht. Maar als ik bijvoorbeeld even zwaai naar de camera. Het heeft een cooldown, dus het werkt niet 24/7. Nou ja, je zal het zo meteen wel zien in de video. Of misschien het horen op. En dan is hij weer veranderd van kleur. Maar goed, dat is dus een apparaatje. Die kun je dus ergens opplakken op een muur, op jouw schakelaar of wat dan ook. En dan gaat hij automatisch dus knopjes drukken. Je kan het ook handmatig via de telefoon doen. Maar ik heb het automatisch ingesteld dus op de camera. Wanneer deze camera dus beweging ziet. Deze hier, wanneer hij dus beweging ziet. Gaat hij dus uiteindelijk zeggen tegen dit apparaatje van hey, druk die knop in. Het is best wel geinig eigenlijk. En je kan natuurlijk op verschillende manieren hierop verzinnen. Dus laten we zeggen, je hebt bij de voordeur deze sensor staan, of een camera, of een motion sensor. Dan kan jij bijvoorbeeld zeggen van als iemand er voorbij loopt en je detecteert beweging, ga dan de lichten automatisch voor mij aandoen. En als je nog een motion sensor verderop hebt en als je daar voorbij loopt, kan je bijvoorbeeld zo doen dat als je daar voorbij loopt, dat je het licht vervolgens weer uitzet. Het is best wel super handig en het werkt best wel goed eigenlijk, moet ik heel eerlijk bekennen. Het enige wat ik dan wel wat minder vind van de Switchpod bot is, kijk, nu is hij weer van kleur veranderd. Het enige wat ik wel minder vind aan dat apparaatje is hoe het eruit ziet. Het is een klein blokje en het ziet er eigenlijk niet uit. Het ziet een beetje te groot uit en als je het op je schakelaar zet, is het best wel lelijk om heel eerlijk te zijn. Dus ik raad je meer aan om dit soort producten te gebruiken op plekken waar je het toch niet ziet of waar je moeilijk bij kan komen. Dat zou net wat handiger zijn en wat mooier. Het enige probleem met het opplakken van dat apparaatje is dus dat het een hele stevige 3M tape heeft. En ik denk, stevig, dat is mooi, hartstikke goed. Maar het heeft ook een keerzijde. Ik heb het dus bijvoorbeeld op een muur geplakt van de ouders van mijn vriendin. En ja, laten we zeggen, er is nu een, zeg maar, een mooi stukje muurverf eraf geknijterd. Oepsie. Oftewel, ik raad het niet aan op een muur te plakken, maar meer op een plastic onderkantje of iets wat het gewoon niet los kan laten. Dus hou daar wel rekening mee. Behang is ook echt gewoon een no-go. Maar voor de rest is het best wel geinig en kan het helpen. Ik heb het nu op mijn computer geplakt, want dat kan geen kwaad. En dan zie je het ook precies in deze video hoe die net weer mooi het inklikt. En als je bijvoorbeeld op een schakelaar wil doen, dan kan je bijvoorbeeld nog een dingetje vastplakken, dat is dit kleine dingetje. Die kun je dus ertussen doen en kun je plakketje kun je zo erop het schakelaartje plakken en dan trekt hij als het ware de boel omhoog en dan werkt het op die manier. En natuurlijk, even voordat ik naar andere apparaten ga, is als jij online alle apparaten wil bedienen, dan heb je deze hub nodig. Als je deze hub hebt, dan kun je gewoon online, waar je ook bent, kun je dus alle apparaten bedienen. Dat dus. En natuurlijk ook met elkaar verbinden met commando's. Dus dat is best wel fijn. Maar goed, dat is de enige functie van dit. En deze is aangesloten met USB. Dus je moet ergens een USB'tje zetten en dan werkt dat. En mijn kleur is zojuist weer veranderd. Woe! En dan gaan we over naar de deursensor. De deursensor is op zich best wel een geinige tool om te weten of je deur of raam open staat of niet. Dus dan weet je tenminste van, oh, hij is open of niet. Oké, dan moet ik er even heen. Moet ik het even dicht doen. Dus wat je doet is het hoofdapparaat, de main ding, het grote kolossale ding, plak je dus op de wand. En het andere apparaatje, een magneetje in principe, plak je dus ernaast. En wat het dus doet is, als je dus magneet
herkent van, oh, het is magnetisch, dan is het zeg maar dicht. En als het te ver komt, of op een afstandje komt die magneet, dan is het van, oh, hij is open. Het nadeel daar wel van is, ik heb bijvoorbeeld een raam waarbij de sensor, dus dat magneetje, wat lager ligt dan de sensor zelf. En dus denkt mijn sensor elke keer dat het raam open is, terwijl je gewoon dicht is, omdat het net op een lager niveau zit. Dus deze sensor die werkt echt puur alleen als het op een gelijke level is. Dus als het gelijk aan elkaar zit, dan werkt het. En als hij zo staat, dan weet hij van oké, hij is open en zo is hij dicht. Maar nu heb ik hem zo, omdat mijn raam iets dipper zit, denkt hij van oh, hij is op afstand, dus dan is hij dus open. Maar ja, het werkt dus voor geen meter, bij mij tenminste. Dus let daar even goed op. En dan komen we bij de motion sensor. De motion sensor is eigenlijk best wel vanzelfsprekend. Het is een sensor, het pakt beweging op en dat is het ook wel. De motion sensor is in principe gewoon een handige tool voor erbij om natuurlijk beweging te detecteren en natuurlijk zo bijvoorbeeld automatisch een licht aan te zetten. Dat is dan een beetje de scenario waar je het aan moet denken. En dat is het ook wel, meer ook niet. Het is super makkelijk in te stellen en ja, geen problemen daarmee. Dan vervolgens komen we bij de indoor cam. En dat is dit beestje. Die staat nu leuk ingesteld bij mij ook als een motion sensor. Dus als je beweging ziet op het beeld, gaat hij automatisch dit knopje overhalen en de LED-verlichting dus veranderen. Dat is dikke tof. Ook kun je met de indoor camera continu beelden opnemen. En dan later ook weer terug bekijken binnen in de app. En dat is fijn. Ik heb hier dus ook een SD-kaartje ingedaan om dat te kunnen doen. Maar vervolgens wou ik dus die beeldopname wou ik dus opnemen en bekijken dus op mijn computer hoe kwalitatief het is. Alleen voor een of andere reden kan ik dat dus niet doen. Want als ik het opsla binnen in de app, dan zegt hij van we hebben het opgeslagen naar je album. Maar wanneer ik check is er letterlijk helemaal niks aanwezig. Oftewel je hebt er helemaal geen zak aan. Maar ik keek ook bij de opslaggeheugen dat hij wel dus daadwerkelijk iets opslaat natuurlijk. Want anders kan ik ook niks terugkijken. Dus heb ik vervolgens het SD-kaartje in mijn computer gedaan en toegekeken, kan ik dan wel beelden bekijken? En nee, dat kan dus niet. Hij maakt .mediafiles, maakt hij dus aan en daar heb ik gewoon helemaal niks aan. Dus ja, dit is gewoon matig en je moet eigenlijk bijna verplicht cloud service aanschaffen, wat ik dus niet doe, maar dat moet je eigenlijk bijna wel doen. Weer dus je beelden op een computer bekijken waarschijnlijk. En op dit moment heb ik dus helemaal geen mogelijkheden om ze kwalitatief te inspecteren. En dat is jammer. Je krijgt standaard ook een adapter hierbij om in te pluggen. Het is niet een gigantisch lange adapter. Laten we zeggen 1,5 meter, ongeveer 2 meter. Dus het moet net uitkomen met waar je zit. Of je kan natuurlijk in een USB zetten. Het liefst had ik toch wel eigenlijk batterijen gehad, maar ja, het is niet anders. En ook heeft Switchbot nog een thermometer. En de thermometer is best wel een klein schattig doosje waar je gewoon op kan zien met een LCD'tje wat de temperatuur is. En ook wat de luchtvochtigheid is in je kamer. En dat is wel handig en dan even leuk om te weten. En het ziet er ook wel qua design gewoon goed uit om zo op een bureau te zetten. Dus in dat opzicht is het prima. Je kan ook trouwens al deze informatie van de temperatuur in je kamer kun je gewoon bekijken dus op jouw mobiel. Dus mocht je opeens je huis op 800 graden zien, dan is waarschijnlijk je huis in de fik en dan weet je dat tenminste. Ja, en dan komen we over op het laatste onderdeel. En dat vind ik persoonlijk het tofste onderdeel. En dat is de Switchbot Curtain. En dat is dus een apparaat die automatisch je gordijnen open kan doen. Het idee is gewoon erachter. Je kan het gewoon tussen je rails inzetten en dan gaat hij gewoon de blokjes zeg maar aan de kant schuiven en zo ga je gordijn open en dicht. Raadzaam is wel gewoon het achter het gordijn te zetten, zodat je het niet in zicht hebt, want het is best wel een groot ding. Ik heb hem hier. Het is nog wel een redelijk groot ding, dus zorg ervoor dat je hem achter het gordijn zet, dan zie je het ook niet in het zicht. Dan oogt het wel een stuk mooier natuurlijk. Hij is ook in 2 verschillende kleuren, dus mocht je hem toch voor je gordijn willen zetten, dan kun je bijvoorbeeld voor kiezen om een zwarte versie te kopen of een witte. En ook heb je verschillende manieren nog om het te bevestigen. Verschillende versies van deze robot. Want je hebt ook natuurlijk wel eens dat je ringgordijnen hebben om zo'n balk, hoe noem je dat? Ik weet niet meer exact, maar zo'n apparaatje heb je ook speciaal daarvoor om het te kunnen openen. Dus in principe hebben ze voor elk rails en type gordijn hebben ze wel wat. En om de Switchbot Curtain te installeren is het best wel simpel en ook best wel snel. Het enige wat je doet is gewoon letterlijk dit botje hier tussen doen met het pootje tussen de rails.
En dan vervolgens het andere pootje doe je ook tussen de rails. En dan vervolgens druk je het grote robotje dus wat aan. En vervolgens kun je dus het andere, terwijl je nog in de rails zit, samen klikken. En dan, voilà, dat is het. En dan vervolgens hou je het knopje aan de achterzijde even 2 seconden ingedrukt. En binnen een app kun je dan uiteindelijk verbinden met het apparaat. En dan kun je vervolgens gaan kalibreren. Dan moet je even testen, even naar links doen, even naar rechts doen. Dan weet je tenminste wat voor afstanden hij moet afleggen. En wat je liever het wil hebben. En dan is dat dat. Het is best wel super fijn en super gemakkelijk in gebruik. En dat geldt met alle apparaten trouwens op deze manier. Het installeren is super makkelijk. Het is gewoon vaak een kwestie van een knopje even een paar seconden ingedrukt te houden. Dan op volgende drukken en misschien eventueel nog wat kalibreren en that's it. Als je de app opent en het allemaal doet, dan is het best wel vanzelfsprekend en dat is top. En ook heb je nog een afstandsbediening erbij om bepaalde functies te bedienen. Dus laten we zeggen, jij bent 's ochtends vroeg lekker in je bed, maar je wil natuurlijk niet je mobiel meteen met het felle licht in je bakkes hebben. Dan kun je bijvoorbeeld zo'n afstandsbediening erbij halen en het programmeren op een van die knopjes. Dus ik heb bijvoorbeeld op mijn afstandsbediening zo gekozen dat ik op de ene knop de gordijn open en de andere knop het gordijn dicht doe. Wat wel fijn was geweest is dat als je gewoon een grotere afstandsbediening had. Dat je bijvoorbeeld verschillende functies nog op verschillende knoppen kon hebben in plaats van alleen 2. Want 2 is net gewoon zo weinig. Ik had liever gewoon iets groter formaatje willen hebben met meer knoppen dat je verschillende apparaten nog kan bedienen. Dus laten we zeggen, ik wil opeens iets opnemen met mijn camera dat ik dan een andere knop op kan doen of ik wil deze switchbot knop wil ik even omhalen. Dat ik dat ook gewoon via een makkelijke manier op een afstandsbediening kan doen. In plaats van dat ik 5000 verschillende kleine afstandsbedieningen moet halen. Dat is wel, ja, dat is een beetje, het, ja, het komt wel beter. En al deze producten, alles wat ik hier maar benoemd heb, werkt dus uiteindelijk binnen 1 app. De switchbot app. En die moet je gebruiken dus om alles mee te verbinden en te pairen. En alle acties mee te kunnen doen. Want standaard, als je zo'n apparaatje hebt en je hebt geen mobiel, ja, dan zul je ook geen gebruik van kunnen maken. En wat op zich op een manier wel jammer is. Want bijvoorbeeld, ik heb hier dus 1 curtain van mij. 1 switchable curtain. Die niet goed werkt. Voor een of andere reden kan hij niet meer pairen. Waarbij hij voorheen gewoon prima werkte. Hartstikke prachtig. Ik heb gepaird, alles werkte. Heb ik geprobeerd de reset uiteindelijk te verwijderen uit mijn app. En heb ik weer opnieuw proberen te pairen voor deze video. En opeens werkt het gewoon niet meer. Dat is heel apart, want hij flitst nog wel met zijn lichtje. Dus voor een of andere reden wil dat niet meer. En kan ik deze dus niet meer gebruiken. Althans, ik heb wat hulp gevraagd. En ik heb nog niet het antwoord gevonden. Tenminste op dit moment van deze opname niet. En dat is jammer. Dus wat ik graag had willen zien. Is dat deze apparaten toch op een manier bediend kunnen worden zonder de app. Laten we zeggen, je hebt die afstandsbedieningjes erbij. Hou de afstandsbediening ingedrukt en dit apparaatje. En dan pair je met z'n elkaar. En dan vervolgens klik je op een knopje waardoor hij uiteindelijk gaat lopen. En dan klik je weer op een knopje om te stoppen. En dan is dat zeg maar zijn ene punt waar die moet wezen. En dan klik je nog op een knopje over terug. En dan pop en weer. En dan druk je beide tegelijkertijd in en dan is pof, je hebt het ingesteld. En dan hoef je dus niet meer binnen zo'n app en al het gedoe te hebben. Wat vind ik nou uiteindelijk dan van de SwitchBot ecosystem? Om eerlijk te zijn, ik vind het een beetje ruw afgewerkt. Het installeren is fantastisch, het gaat hartstikke goed. Alleen hoe de producten werken is gewoon net wat jammer. De SwitchBot, degene die al die knopjes in kan drukken, dat soort dingen, is gewoon te kolossaal. Zie ik niet zo snel mensen gebruiken in hun woonkamer, of tenminste waar je het goed kan zien. Want het ziet er gewoon niet uit, om heel eerlijk te zijn. Het ziet er gewoon niet uit. Dus meer plekken die afgelegen zitten, daarvoor zou je het meer kunnen gebruiken. En voor de lichtschakelaars, ik heb geen enkele lichtschakelaar waarbij het werkt. Dus ik vind het sowieso al een beetje een flop voor mijzelf. En dan de afstandsbediening, 2 knoppen. €16 is veel te veel. Ze kunnen beter gewoon voor dat bedrag gewoon een grotere controller maken met meer opties en meer knopjes erop. Want als je bijvoorbeeld 6 van deze gordijnrails koopt om te bedienen, dan zijn die 2 knopjes gewoon veel te weinig. En dan heb je nog veel meer spul eromheen natuurlijk als je de hele ecosystem wil. Dus dit is gewoon veel te weinig en de controller is gewoon wel een teleurstelling. De thermometer is best wel fijn om te weten en werkt gewoon prima. Motion sensor werkt ook gewoon goed en heb ik daar ook geen klachten over. De camera is een teleurstelling. Op zichzelf werkt het wel goed. De microfoon werkt aardig. En de beeldkwaliteit is, wat ik in de app zie, best wel goed.
Alleen je kan niet je recordings terug bekijken. En dat is gewoon jammer. Je kan wel de evenementen die je gehad hebt bijvoorbeeld, kun je wel terugzien. Maar je hebt gewoon geen manieren om dit op je scherm of tv of wat dan ook te kijken. Dus de uitvoering kan beter. En moet ook zeker beter. En dan vervolgens de gordijnrails. Het verbinden gaat super soepel, super snel. En ik vind dit wel echt een super goed systeem hiervoor. Het enige alleen is, bij mij werkte er opeens één rails niet. Toen ik hem wou resetten en is een beetje vaag. Dus ik betwijfel hoe snel deze dingen stuk gaan of dat er dingen verkeerd aan kunnen gaan. Maar voor de rest, hoe het werkt op mijn andere gordijnen en weet ik het wat, is het super perfect. En dat vind ik echt absoluut top. Dus als ik jullie nu een product zou kunnen aanraden van deze hele ecosystem, is het wel de gordijnrails, want die werkt gewoon top. Maar de rest, ja, ik weet niet of het veel toevoeging brengt voor je. En om eerlijk te zijn, het kost nogal wat geld. En persoonlijk zou ik er zelf dat niet voor geven. En ja, moet je het gewoon maar net zien of het wat voor jou is. Dat gewoon. En hopelijk vond je deze video leuk, behulpzaam of informatief. En dan zie ik je allemaal weer terug in de volgende. Tot ziens maar weer.